Tegen de Tamino's was 5 jaar cel geëist, maar de rechter veegde een deel van de beschuldigingen van tafel en veroordeelde hen tot 3 jaar voorwaardelijke celstraf. Ze hoeven dus niet de gevangenis in. Verder kregen ze elk een boete van €2000 en mogen ze 10 jaar lang geen nieuw bedrijf beginnen. Volgens de rechtbank is namelijk wel bewezen dat de familie geld, dat bestemd was voor ooit tongeren, heeft overgemaakt naar het land van ooit in Drunen. Dus men heeft een aantal zaken gedaan, zoals uitschrijven van valse facturen, rekening courant, kapitaalsverhoging, met de enkele bedoeling om gelden van land ooit België naar land ooit Nederland te versluizen. Eigenlijk met de bedoeling om land ooit Nederland proberen te redden, maar dat is niet gelukt. En dat is valsheid in geschriften? Daar is volgens de rechtbank valsheid in geschriften geweest, omdat men valse facturen heeft uitgeschreven, met eigenlijk niet met de bedoeling om facturen die er daadwerkelijk zijn, maar met de bedoeling om gelden vanuit België door te sluizen naar Nederland. Dat is wat de rechtbank heeft aanvaard. 3 maanden na de opening gaat Ooit Tongeren in augustus 2007 failliet. 2 maanden later valt ook het doek voor het land van Ooit in Drunen. Volgens de rechter hadden de Tamino's geen criminele bedoelingen, maar hebben ze met bedrog geprobeerd de parken te redden die niet meer te redden waren. Daar ben ik het niet mee eens, want achteraf, wanneer men het heeft over de bestraffing, zegt de rechtbank zelf, men heeft niet gehandeld met criminele bedoelingen om zichzelf te bevoordelen, maar men is in overmoed verder gegaan dan men financieel kon. Dus men spreekt zich daartegen. Toch naïviteit? Ja, naïviteit in ieder geval, en dat heb ik van meet af aan gezegd. Men heeft dingen gedaan die men beter niet gedaan had, maar dat zijn geen fouten die strafrechtelijk moeten beteugeld worden. De Tamino's zijn ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van €2 miljoen aan voormalige zakenpartners. Zelf houden ze vol dat ze al die jaren zijn tegengewerkt door die partners en de Belgische autoriteiten. Toch stonden alleen zij vandaag voor de rechter. 5,5 jaar na dato is dit het enige wat nog resteert van het ooit zo trotse land van ooit in Tongeren. Dus het ging failliet, maar daarna zijn alle gebouwen ook nog eens een keer tegen de vlakte gegooid. Ook nog eens een keer een enorme kapitaalvernietiging. De familie laat het er niet bij zitten bij de 3 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en gaat in hoger beroep. Saillant detail is nog wel in deze zaak dat een jaar na het faillissement, een paar kilometer verderop in Hasselt, Plopsaland Indoor haar deuren opende. Of het een met het ander te maken heeft, voor de ene vraag, voor de andere weet.